Verkoopt seks? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Verkoopt seks? Wat denk je? Nee. Ja? Wel, ja en nee. En ik wil met jullie daarover reflecteren. Reflecteren, dan denk je natuurlijk aan filosoferen. En inderdaad, ik ben een filosoof. Zo ziet dat er dus uit, een filosoof. Maar ik interesseer me vooral voor binnen die filosofie ook voor argumentatie. En argumentatie, dan denk je aan overtuigen. En overtuigen, dat is verleiden. En verleiden, dat is dus seks. Seks. Verkoop dit. Wel, de eerste vraag die we ons natuurlijk stellen is, waarover gaat dit? Is dit reclame voor koffie? Is dit reclame voor keukens? Is dit reclame voor maatpakken? Het gaat over het pak dat de man daar draagt. En we voelen meteen aan dat we hier een probleem mee hebben. En ik ga nu met jullie een testje doen. Op de volgende slide zie je een andere situatie. Ik ga je niet vragen over wat hier verkocht wordt, want u zal het merk wel kennen. Maar hier heb je toch iets een beetje een ongenoegen mee. Ik zou natuurlijk aan jullie kunnen vragen wie vindt dit leuke reclame, maar ik kan dat niet doen. Hier zou een probleem mee kunnen zijn. Reflecteer even mee over waar je een probleem of een punt van maakt. Als we de volgende slide zien, een ander voorbeeldje. Een andere situatie, de vrouw is vervangen door een man. Nu, als je dit bekijkt, heb je dan ook niet een onbehagen? Nu, als je, je zal misschien wel denken van, goh, ja, die naam die gaat wel blijven hangen en dat is misschien wel een goede zaak, hè, toch voor die verkoper. Maar aan de andere kant weet ik niet zo of dat dit zal aanzetten tot effectief het kopen van het product. We gaan nog eentje zien. Bij deze, nou, ik weet niet of je hier meteen de link legt tussen de dame in kwestie en natuurlijk die fles met water. En misschien denk je hier wel van, goh, nee, dat heeft met elkaar niks te maken. En inderdaad, hier voel je al aan dat als er geen verband is tussen de vrouw in kwestie, die inderdaad hier wordt geseksualiseerd, het gaat louter om niet dat individu, maar het gaat over dat het een vrouw is en dat ze er naakt zit. En dat dit dus je zou kunnen aanzetten tot het gebruiken van dat product. Maar je hebt iets van de relevantie is kwijt. Als we er nog eentje laten zien, dan gaat er hier iets anders gebeuren. We zien dat een aantal mensen beginnen te lachen. Humor kan dus hier het een en ander rechttrekken. En misschien heb je wel wat medeleven met die vrouw, want misschien krijgt ze wel een splinter ergens in. En dat dat een soort van connectie gaat brengen. Hè? Maar aan de andere kant heb je toch wel iets van, goh, die irrelevantie, hè? Heel relevant is het niet. Ten tweede, respectvol naar die vrouw is het ook niet. Er zit geen man met zijn blote kont op dat palet. Een volgende slide. En dan merken we dat we hier een gigantisch probleem mee hebben. Want deze vrouw is compleet lustobject. Een lustobject, je wordt afgeleid door haar boezem, door haar blik, onderdanig, weinig respectvol. Dus hier hebben we toch wel een klein probleempje mee. Want dit staat ver van banden. Maar is dat altijd zo? Als het irrelevant lijkt op het eerste gezicht. Wel, hier hebben we ook een seksuele connotatie, zoals het dan heet. En het is een beetje klein, maar als we nauwkeurig naar deze afbeelding kijken, dan zien we dat die vrouw inderdaad een seksuele activiteit ondergaat van die man die erachter staat, maar ze hebben alle twee een glas. En je ziet ook, in tegenstelling tot een van die eerste slides, of die eerste affiches, dat daar die vrouw en die man die daar lagen in die kleedkamer en aan dat bad, dat die daar geen genot aan hadden. Hier zie je wel degelijk dat die vrouw plezier heeft. En bovendien, ze heeft ook een glas, net als die man. En het is ook duidelijk waarover het gaat. Gezelligheid, alcohol helpt daarbij. En dus, hier zou je ethisch gezien
weinig of geen probleem kunnen hebben. Alhoewel het wel expliciet is. Want meestal gaat het over subtiliteit. En we zullen eens kijken naar die subtiliteit bij onze volgende slide, waar we merken dat hier ja, die subtiliteit toch ook wel een beetje niet zo duidelijk is, of tenminste, het is expliciet. Je ziet hier een dame liggen, maar je hebt er weinig of geen problemen mee, want het gaat over lingerie. Een affiche met een kapstok waar dus een kleed op hangt, dat ga je niet meteen kopen. Dus die affichering zal dus wel degelijk zijn met een model. Het zou ook een man kunnen zijn natuurlijk die wordt afgebeeld. Dus hier is het vol respect naar die vrouw. Het is ook relevant wat we zien. Het is ook toch wel zeer esthetisch. En dat zijn allemaal elementen die het maken dat hier seks wel verkoopt. De volgende afbeelding wordt dat een beetje nog doorgetrokken, het esthetische. En hier hebben we weer wat minder subtiliteit. En we kunnen ook de relevantie in vraag stellen natuurlijk, want als je deze dame bekijkt, wat heeft die nu met dat parfum te maken? Wel, hier gaat het om het flesje. Het is dus een, zoals het dan heet, een bottle-shaped bottle. Het ziet eruit als een vrouwenfiguurtje. Denk ook maar aan het Coca-Cola-flesje. En het model is eigenlijk een afspiegeling, gek genoeg, van die vrouwelijke vorm van dat flesje. Maar ze heeft natuurlijk ook een doorkijkjurk. En daar is het weer minder subtiel. Het valt niet meteen op het eerste gezicht op. Het trekt aan. En we hebben zoiets van... Ja, hier heb je wel het ideetje van dat die seks verkoopt. Het hoeven natuurlijk niet altijd vrouwen te zijn. Het kunnen ook mannen zijn. En dan gaan we over naar Johnny Depp. Johnny Depp, vrouwen vallen ervoor en mannen durven er ook wel eens voor vallen. En hoe komt dat? In de reclame zien we heel veel vrouwen. We zien heel veel vrouwen omdat we nu eenmaal aangesproken worden door feminine kenmerken. Dus vrouwelijke kenmerken. En wanneer dus mannen vrouwelijke kenmerken hebben of tonen, of laten we zeggen verleidingstechnieken gebruiken van vrouwen, bijvoorbeeld het eigen lichaam aanraken, zoals hier Johnny Depp doet, en hij heeft natuurlijk ook zijn looks mee, want hij heeft feminine kenmerken, dat spreekt zowel mannen als vrouwen aan. En dan is meteen de link gelegd. Is hier een seksuele uitstraling? Jazeker. Je ziet hier een man die met zijn toch wel ook, dus duidelijk een man, mannelijke kenmerken, toch ook knipoogt met die reclame naar vrouwelijke kenmerken. Nu moeten we natuurlijk mensen voorstellen zoals ze zijn. En als we dan naar die volgende afbeelding gaan kijken, dan hebben we hier de dames zoals ze zijn. De Dove 2004 reclame, die menige mensen onder ons wel kennen natuurlijk. En hier gaan we een volledig andere richting uit. Namelijk de richting van de femvertising, de feminist advertising. Het gaat hier om vrouwelijke kenmerken, maar vrouwen respectvol afgebeeld. Er is weinig subtiel aan, hè? Zo zijn ze gewoon. En nu is het natuurlijk zo dat in die periode dat Dove daar gigantisch mee heeft gescoord. Ze scoorden daarmee, zeker in de social media, omdat hier het ideetje meespeelde van dit zijn rolmodellen naar de vrouw toe. Want vrouwen, jonge vrouwen inderdaad, spiegelen zich aan die modellen die ze dus zien in het straatbeeld. En dan krijg je dus natuurlijk, was er een effect van naar anorexia gaan en dat dus jonge meisjes daar zich gingen aan aanpassen. En daarom werd Dove 2004, zeg ik erbij, want we krijgen meteen een Dove 2017, daarvoor werd Dove geprezen. Een beetje onterecht, want natuurlijk denken we van knap van Dove dat ze dus de vrouw toont zoals ze is, met respect, maar natuurlijk ging het bij dat bedrijf ook om de verkoopcijfers. En ze hebben het dunnetjes willen overdoen, maar het lag er iets te dik op. En dan gaan we naar Dove 2017. En wat zien we hier? Karikaturen. Karikaturen van de vrouw. En daar waren de social media op dat moment niet zo tevreden over.
En het gevolg is dat deze campagne is ingetrokken. En daar is daarmee gestopt. Want hier ging het er natuurlijk over. De vrouwen werden voorgesteld, het opnieuw eigenlijk geseksualiseerd en geobjectiveerd. Want dat is die andere term die meespeelt. Het werden pure objecten. En dus, het lukte niet. Je moet vrouwen voorstellen zoals ze zijn. En ik ga opnieuw met jullie een testje doen. U gaat meteen een dame zien. Ik ga u de vraag stellen aan mensen uit het publiek, bijvoorbeeld u. Schat eens hoe oud deze dame is. 55. Volgende. Hoe oud denkt u dat deze is? 10. De volgende. Deze. Zegt u eens. 22. Nog eentje. Zeg maar. 16. 16, oké. Okay. Zijn we het er allemaal mee eens? Er hoeft niet altijd consensus te zijn in de aula, natuurlijk. Wel, als ik de volgende slide laat zien, dan gaat u merken dat het om dezelfde vrouw gaat. En de juiste, en het was er echt knal op door iemand uit het publiek, namelijk, ze is 22 jaar en het is hier bovenaan in het midden dat dus de echte, of beter, de ware leeftijd wordt getoond. Wat is hier gebeurd? Geen Photoshop. Helemaal niet. Heel eenvoudige trucjes door maquillage, door houding, door kleding en door belichting. En dat is alles. Dus je ziet dat je kunt misleid worden, ook al denk je van dat die vrouw hier wordt voorgesteld zoals ze is. We worden dus altijd wel een beetje in die media door bij de neus genomen. Mensen worden dus getoond zoals ze zijn. En dat is al dat gebeurt doorheen de tijden eigenlijk, dat we dus verschillende affiches zien in het straatbeeld. Ik hoef ze niet voor te stellen, Pommelin. En dat is 2017, waarin natuurlijk deze reclame fel gecontesteerd werd. En natuurlijk de vraag gesteld werd van, kan dat wel allemaal? Waardoor werden wij gechoqueerd? Was het omdat ze daar met een bikini aan stond? Was het daar omdat ze haar tattoos toonde? Was het omdat we haar een bepaalde rol hebben toegeschreven? Wel, waar het eigenlijk om ging, en daarom is ze ook teruggetrokken, omdat het hier om de relatie ging met de campagne. En daarom is deze dus uit het straatbeeld verdwenen. Tenminste, men heeft ze aangekleed. Wel, ze is van een bikini naar een badpak gegaan. En ze kreeg ook een ander onderschriftje. En dat was dan de correctie. Doorheen de tijden hebben we dus vrouwen, maar ook mannen, in dat straatbeeld gezien. En we gaan hier naar een periode ongeveer een 80 jaar terug, interbellum, je moet ze denken aan de jaren 30. En we zien daar zowel mannen afgebeeld als vrouwen. Uiteraard, die aan de rechterkant, dat kent u, dat is Alphonse Mucha, de kunstenaar van de Art Nouveau, die dus gewoon vrouwen toont zoals ze zijn. Op dat moment is er absoluut geen probleem dat die man daar wel redelijk aantrekkelijk staat, of tenminste naakt, maar ja, toch in zijn gewone kleding, zijn nachtkleding zou je kunnen zeggen, of zijn ondergoed. De vrouw wordt gewoon met haar borsten getoond, zoals ze is. Nu, dat gaat veranderen wanneer je even later dat de oorlog er zit aan te komen en dan krijg je iets vreemds. Een verrechtsing weliswaar, maar hier die verrechtsing betekent dat de vrouw opnieuw een object wordt, maar ze wordt dus afgebeeld, niet naakt, niet als lustobject, maar als moeder. Eigenlijk als een babymachine. De volgende slide zal u tonen dat het ook anders kan. Waar zal u de vraag stellen? Wel in Nederland. En we zitten in de jaren 70, waar dus ook vrouwen en mannen... En u kan zich de vraag stellen of die man nu naar die vrouw of naar die koe kijkt, maar dat laat ik verder buiten beschouwing. En de vraag is hier van, goh, kan dat eigenlijk wel? Ja, want het is wel relevant. Het toont waarover eigenlijk het verhaal van die politieke partij gaat, of die beweging gaat. Kijken we
naar andere, een ander voorbeeld van het gebruik in de politiek, hè, dan zie je hier dat vrouwen als Maya en als Freya zich tonen zoals ze zijn, maar natuurlijk wel hun vrouwelijkheid volledig uitspelen. Dus in de politiek wordt het gebruikt. En ook vandaag de dag. Want hier is een bekende rechtse politica en we zien een compleet ander beeld dan in de jaren 30. Geen verkleutering, maar hier dus gewoon de vrouw zoals ze is. En dat is wel vreemd, dat dus die verrechtsing niet meteen altijd betekent dat je verkleutering krijgt. Maar het is soms zo dat politieke partijen hun, laten we zeggen, hun principes zullen wikken en wegen en soms een andere richting zullen uitgaan. Op het gebied van kunst zien we plots iets anders gebeuren. Kunst wordt nu gecensureerd. Naakt wordt gecensureerd. En dat is heel vreemd. We zagen in de metro in Wenen dat dus afbeeldingen werden gecensureerd. En dat is natuurlijk wel een hele vreemde beweging die we hebben vastgesteld. Verkoopt u seks wel? Nee, niet altijd. Naar de volgende slide toe merken we dat dergelijke afbeeldingen, en intussen zal u wel weten waarover het gaat over het mannenpak, dat nu natuurlijk de vraag moet gesteld worden, dan komt het ethische naar boven, het ethische in mij als filosoof, van kan dit eigenlijk wel en heeft dit geen invloed op gedrag? Want, denken we aan de MeToo, Weinstein natuurlijk, is het niet zo dat als we vrouwen als lustobject tonen in reclame, waar het er eigenlijk niet toe doet, waar je onrespectvol omgaat met vrouwen, gaan we dan niet tonen dat ze echt geseksualiseerd zijn, moeten worden en dat ze een object zijn? En zou het dan niet altijd kunnen leiden tot dergelijke excessen? Een mentaliteitsverandering dus. En soms hebben we wel goede voorbeelden. Seks kan wel degelijk in reclame en in het straatbeeld. Het duurt even voor je doorhebt, maar dit is in de context van het EK 2016. En deze afbeelding is zeer aanvaardbaar. Maar wat zijn de sleutelwoorden? Het is subtiel, het is respectvol, het is esthetisch en het is ook relevant. En daar moet het dus over gaan. Dus verkoopt seks? Seks verleidt. Seks verleidt tot, niet meteen tot aankopen, maar wel om te kijken. En het zal leiden tot aankopen wanneer het inderdaad esthetisch is, wanneer het respectvol is en wanneer het relevant is. Dank u.